Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Ik zou het super leuk vinden als je dat nog niet hebt gedaan, dat je je abonneert op mijn kanaal. Ik heb jullie nodig, dus please, als je mijn video's leuk vindt, duimpje omhoog en abonneren. Dat zou fantastisch zijn. Als je nieuw bent, welkom al helemaal nieuw en zo. Vandaag ga ik iets leuks doen. Ik ga namelijk make-up testen. Je zag het misschien al aan mijn gezicht. Je hebt het waarschijnlijk ook al aan de titel gezien. Het wordt Action make-up. Ik heb een hele berg make-up. En die ga ik allemaal op mijn hoofd smeren. Dus ik ga een hele look maken met Action make-up. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik heb net even mijn gezicht schoongemaakt, want ik moest vanmorgen nog naar mijn werk. Als je denkt, waarom is van die rare streep op de arm staan? Dat komt omdat ik eigenlijk dit om moet. Ik heb een overbelaste pols. Maar ik kan je vertellen, met dit ding om make-up fatsoenlijk op te doen is een werkelijk waar drama. Dus ik doe hem voor de sake of this video even af. Ook al mag dat eigenlijk niet. Maar ja, anders kan ik gewoon een maand niet filmen. Zeg maar geen make-up dingen. En dat zou ik een beetje zonde vinden. Dus ik heb net mijn make-up gereinigd. Een dagcrème opgedaan. En het eerste wat ik wil gaan testen is dit. Dit is de Fashion Professional BB Cream 5-in-1. Ze hadden ook wel wat van dat foundation poeder en zo. Maar ik heb een hele droge huid. Dus ik dacht, dat wil ik niet. Ik heb hier alle prijzen, dus ik zal hem even bijpakken. Maar het is allemaal rond de 1 à 2 euro. Dit was, even kijken, 1,50 euro. Ik heb de kleur medium genomen. Dat was volgens mij de enige kleur die er was, dus op hoop van zegen. Zal ik mijn haar even vastdoen? Is dat handig? Dat is misschien wel handig, hè? En ik ga dit gewoon aanbrengen met mijn vingers. Oeh, spannend kleurtje. Ik moet ook nog uit eten vanavond. Dus het zou leuk zijn als het een beetje werkt. Nou. Het voelt gewoon aan als een soort crème. Je ziet deze video's nu heel veel op YouTube. En ik was toevallig in de Action, want daar haal ik onder andere altijd de koop ik daar billendoekjes voor Niels. En toen dacht ik, nou, dit is natuurlijk het moment om dat ook een keer te doen. Ik ben altijd gek op budgetdingen sowieso. Nou, één laagje ziet er zo natuurlijk uit dat je niet eens ziet dat ik wat op heb, maar ook niet dat het iets doet. Dus ik doe nog een klein beetje extra. De kleur is iets te donker voor mij. Maar ja, ik denk als ik iets lagers aan heb, dan dat het dan wel weer een beetje meevalt. Maar ik vraag het me af. Ik nog een beetje extra aan. Het is nu gewoon een beetje een crème met een kleurtje, maar die verder niet echt dekt. Daar komt het nu een beetje op neer. Dan heb ik deze Max & More Concealer. Nou, dit is echt heel lang geleden dat ik zo'n stick heb gebruikt. Maar ze hadden verder een soort highlighting concealer. Maar ik dacht, ja, daar kan je geen onzuiverheden mee doen. Dus ik denk, ik ga dit maar eens proberen. En ik heb nummertje Light Beige. Nou, ik ben hier echt heel benieuwd naar. Aangezien die foundation niet zoveel heeft, of die BB cream niet zoveel heeft gedaan, moet ik het nu toch echt hiervan hebben. Oh, deze kleur is ook niet helemaal perfect, om het zo maar even te zeggen. Ik pak er even een kwastje bij, de Suiva Concealer Buffer. En nu hou ik mijn kwast dus heel graag vast. Maar dat komt dus omdat ik lasten van mijn pols. Daardoor ziet het er een beetje gek uit als ik sommige bewegingen maak. Nou, ik ga nog maar een laagje erop smeren. Op zich ben ik meestal van dit soort zeg maar concealers in lipstick vorm, zo'n stick. Vind ik vaak droog. Nou, dat vind ik deze absoluut niet. Alleen, nou gebruik ik een concealer over het algemeen om te concealen. Dus om dingen te verbergen. Maar ik vind hem daar nog niet heel erg goed in. En dit was volgens mij de lichtste kleur. Op zich met een tweede laagje gaat het al wel iets beter. Al vrees ik als je ziet hoe ik die kwast nu vasthoud.
Het kan ermee door, maar ik zou het echt niet aanraden. Ik zal zo even kijken ook hoe duur deze was. De Max & More camouflage stick was 60 cent. Nou, dit is nu een beetje, zo staan we er nu voor. Niet zoals ik er normaal uitzie na deze stappen, maar goed. Dan zag ik nog iets interessants. En dat is deze Max & More Highlight & Contour Stick. Daar was ik natuurlijk heel benieuwd naar. Die was 88 cent. Die ziet er zo uit. Het is heel spannend met twee kanten. Een highlighter en een redelijk heftige bronzer. Contour. Ik begin maar met de contour. Nu we toch lekker bezig zijn. Nou, dit wordt lachen. It's like putting chocolate on my face. Okay. Like growing a beard. Op zich kan je hem wel goed vervagen. Maar als ik hem zeg maar alleen maar zo vervaag, dat gaat niet helemaal goed. Ik hou dus wel echt van met mijn vingers werken. Maar misschien moet ik hier toch even een kwastje bij pakken. Ik heb even deze Real Techniques Sculpting Brush gepakt. En dan ga ik nu verder. En dan hoop ik dat het iets mooier werkt. Dit valt me niet tegen, moet ik zeggen. Het ziet er wel oké uit. Dan ga ik nu de highlighter aanbrengen. Oh, heel subtiel. Oh, dit is wel mooi. Nou, het is echt een hele subtiele highlighter hoor. Je moet hier niet van mega shiny houden, maar hij is echt... Die is echt gewoon een soort van de kleur van mijn huid, maar dan met glans. Nee, die vind ik echt mooi. Even een beetje kan zien. Een beetje glow. Niet heel opvallend, maar... Deze contour stick van 88 cent vind ik... Wel echt wel een leuke vondst. Dan breng ik een beetje oogschaduwbasis aan. Nou, ik kan natuurlijk wel de concealer gebruiken als oogschaduwbasis. En dan heb ik geen wenkbrauwpotlood. Dus dat ga ik even gewoon met mijn Anastasia Browways doen. Dan heb ik dit oogschaduwpaletje. En deze was... En die was 94 cent. En hier had je allemaal kleurtjes van. Ik ben een beetje voor de roze gouden tinten gegaan. Deze kleurtjes. Dus ik ben heel benieuwd. Ik begin met de lichtste kleur als highlighter onder mijn wenkbrauwen en in mijn binnenste ooghoek. Oh, dit is prima. Dan pak ik mijn MAC 217 en dan ga ik in deze kleur. En die breng ik aan in mijn arcadeboog. Oh, oeh, het is wel heel poedig. Nou, dit is gewoon subtiel. Hij is wel best wel poederig. Daar moet je even op letten. Maar ik heb niet het idee, als je hem goed afklopt, dat hij niet heel erg fallout heeft. Maar in het doosje is nu wel een grote gliederbende. Dan ga ik eerst even, even iets testen. En dat is deze roze kleur. Want dat is natuurlijk altijd een beetje een bijzonderder pigmentje. Maar ik ga denk ik uiteindelijk voor deze kleur. Maar ik begin met de roze en dat doe ik met de Morphe M24.
Gewoon even kijken hoe die er... Oh, die lijkt wel best wel gepigmenteerd. En gepigmenteerd en ook minder poederig dan die ander. Oh ja. Ah, dit doet wel wat. Zo'n fris kleurtje. Een beetje persiekkleurig met een klein beetje glans. Eigenlijk wel heel leuk. Veel prettiger. Nou, dit vind ik echt wel een heel leuk kleurtje. Dan wil ik eigenlijk die ander niet meer erop smeren. Maar ik wilde even weten hoe de glans was van die. Nou, ik ga hem toch gewoon overheen aanbrengen. Maakt het uit. Deze, omdat hij heel veel glans heeft. Ik wil even kijken hoe een glanzend kleurtje het zeg maar doet. Ook deze is een stuk cremiger. En dit is niet echt glitter, het is meer een soort sheen. Maar ik vind het wel... Ja, ook deze vind ik wel mooi. Had voor mij wel iets donkerder gemogen. Dan ga ik voor de donkere bruine kleur. Lijkt alsof er niks van afkomt. Maar dan ga ik weer in mijn arcadeboog. Om zeg maar wat intenser te maken. Nou, dit is niet heel spectaculair. Hier kan je niet... Je ziet het ook bijna niet. Het is niet heel donker. Maar het is wel gewoon prima. Nee, toevallig was die ene dus vrij poederig, maar bij de rest valt het mee. Dan ga ik dat leuke spongekwastje gebruiken. En daarmee ga ik in diezelfde donkere kleur. En dan zet ik even een lijntje een beetje langs mijn wimperwand. Oh nee, ik had ook nog een potlood. Nou ja, dat komt zo. Die oogschaduw is echt helemaal prima. Voor dat bedrag. Het is niet, zeker niet de beste oogschaduw die ik ooit heb gehad. Maar voor dat bedrag heb je gewoon een prima paletje. Waar je een mooie zomerse look mee kunt maken. En dan heb ik dit. En dit heb ik al een keer eerder gehad. Alleen dan was het niet met deze kleur oogschaduw, maar meer met smoky kleur oogschaduw. En deze mascara vond ik toen wel heel fijn. En dit is het Max & More. Even kijken. Make-up set Smoky Eyes. Driedelig. €1,59. En die ga ik even openmaken. Ik wil namelijk een mascara hebben. Er zal nog één andere mascara. Dus met twee kanten. Maar dat is met wasmat van die harige borsteltjes. En daar hou ik niet van. En dit is, als het goed is, met een siliconen borsteltje. Want dat was in ieder geval die ik toen ooit had. Oh. Wacht, ik zal het zo even laten zien. Dit zijn de drie kleuren. Nou. Best oké. Okay. Maar dit is wat er meteen gebeurt. Dit kan je er wel weer in klikken. Dat is ook niet heel dramatisch. Maar wel een beetje gek. Dus dit paletje. Nou, daar kan je ook best wel een look mee maken. En dan zit er dit. Oh, het is zwart. Dit is een zwart oogpotlood. Dus die ga ik nog even aanbrengen langs mijn wimperrand. Oh, die is wel heel hard. Die is wel vrij hard en droog. Brengt niet heel prettig aan. Is ook niet echt pitch black. Nou, voor het oogpotlood hoef je dit setje niet te kopen. Er zit wel een handig puntslijpertje aan het dopje. Dan ga ik even mijn wimpers krullen. En dan pak ik de mascara. Dit is een siliconen borsteltje, maar wel met heel veel haartjes. Ziet er goed uit. Ziet er wel anders uit dan degene die ik had, volgens mij. Mijn batterij was even leeg, maar dit is nu de mascara. Op zich prima, maar je moet echt heel veel laagjes doen, wil je het een beetje kunnen opbouwen. Dus hij separeert wel heel mooi, maar er zit gewoon heel weinig mascara op het borsteltje. Dus je moet echt flink... dit zijn nu, nou, zeg maar 2 à 3 laagjes. Maar ja, dit is voor mij echt te weinig. Dan ga ik door met blush. Dit is de Max & More Mineral Brush. Blush, sorry. En ik ben heel benieuwd. Kleurtje 850, Pink Rose.
sowieso heel erg in dubio over de kleur. Want ze hadden best wel veel kleuren. Ze hadden sowieso best wel veel blush. Blush was een goede. Deze is 99 cent. Gotje in en een kwastje. En dan heb je daarboven de blush. Zo. Oké, okay, die is best wel gepigmenteerd. Daar heb ik nu denk ik ook wel genoeg van op. Oké, deze is heel gepigmenteerd. Ik ben nu een soort clown. Dat kan. Het is een look. Oké, hoe gaan we dit? Het komt toch steeds meer... Jeetje, het wordt alleen maar erger. Het komt toch steeds meer tot de conclusie dat ik die... hoe heet het dat moeten doen? Die poeder. Dan had ik dit ook weer mee kunnen verminderen. Oké, blush is dus gebruik zeer weinig. Hoe krijg ik dit eraf? Mijn gewone kwast er nog overheen waar niks op zit. Het enige wat nog ontbreekt is de lippen. En ik heb hier een 2-in-1 glossy lipstick. Intense Long Lasting Color. En ik heb de kleuren Light Nude en Pink. Dus eerst deze. En dan deze. Maar ik ga denk ik toch voor de nude. Zeker gezien mijn wangen. Wel heel warm. Helemaal niet zeg maar mijn kleur nude. Op zich dekt hij wel netjes. Maar het is gewoon niet mijn kleur. Dus we gaan alsnog de donkere kleur doen. En dan zien we er helemaal feestelijk uit. Ik heb doekje. Remover doekje bedoel ik. There we go. Dat is ook niet echt de kleur die past bij mijn blush, maar... Heel spannend. Super heftige kleur. Maar wel een hele mooie kleur. En ik heb het gevoel dat er een beetje blauw in zit. En dat maakt je tanden op die zwitter. Ach, tanden. Dit vind ik wel echt een hele gave kleur. Ik moet zeggen, op beeld lijkt het nog niet heel erg te vloeken met mijn wangen. Ik moet hem volgens mij een beetje laten opdrogen, wat ik begreep. Nou, nu die droog is, ga ik er een beetje van de gloss overheen doen. Alhoewel ik een mat ook wel heel mooi vind. En dan is dit het uiteindelijke resultaat. Van de Action make-up look. In totaal kostte deze look 8,37 euro. En heb ik natuurlijk lang niet alle oogschaduwkleuren en zo gebruikt. Ik begin even met waar ik niet enthousiast over ben. En dat is eigenlijk alles rond de huid. Dus de BB cream zou ik niet doen. De concealer zou ik niet doen. Ik lieg trouwens, want dat zijn degenen die ik niet aan zou raden. De contour stick vind ik eigenlijk best wel oké. Met name de highlighter vind ik mooi. Gewoon heel subtiel. Ik kan hem hier ook nog wel even laten zien. Subtiele huidskleurige highlighter die je gewoon heel mooi kunt vervagen. Die ga ik zeker vaker gebruiken. Het oogschaduwpaletje vind ik voor dat bedrag echt een prima paletje. Het is niet een paletje wat ik zelf... snel opnieuw zou kopen, omdat ik gewoon genoeg betere paletten al heb liggen. Maar ben je aan het experimenteren met make-up, is dit zeg maar je eerste make-up setje, zeg maar. Dan is dit echt helemaal prima. Er zijn leuke kleurtjes zitten erin. Glanzend, mat, je kunt hier echt een prima look mee maken. Dan het setje met de mascara zou ik... niet zozeer aanraden als je houdt van veel mascara en heftig oogpotlood en zo, dan niet. Maar hou je gewoon van een subtiel beetje mascara, dan is dit echt prima. Maar het is niet mijn ding. Het oogpotlood vond ik vrij hard, maar op zich het uiteindelijke effect is prima. Maar ik vind het niet heel lekker werken. Ik vind het puntstijpertje heel handig. En die oogschaduw heb ik natuurlijk niet getest, maar wel geswatcht.
En is ook prima in kwaliteit. Dus zeker voor die prijs hoef je het niet te laten liggen. En dan de blush. Super heftige blush. Ik vind de kleur heel mooi. Ze hadden heel veel mooie kleuren. Dus ik kon ook lastig kiezen. Ze hadden ook nog meer soorten blush. Maar dit is dus de Max & More Mineral Blush. Moet je echt heel weinig van gebruiken. Echt heel weinig. En dan krijg je iets subtieler effect dan wat ik nu heb. Maar dan vind ik het echt wel een mooie kleur. Dus ik moet daar gewoon nog even mee oefenen. Experimenteren met hoeveel je nodig hebt. Maar heel weinig. En dan krijg je een mooie blush. Dus ik vind dit wel zeker een aanrader. Ik zal het hier nog even gewoon laten zien. Het is echt één swoop. En dan heb je echt al een hele heftige kleur. De lippen. Ik weet natuurlijk niet hoe lang ze houden. Maar de kleur. De knalroze vind ik erg mooi. De nude kleur is niet helemaal mijn kleur. Die staat me niet goed. Maar ja, ik denk als je een hele lichte huid hebt, is het misschien wel mooi. Maar vooral deze. En ook omdat hij je tanden zeg maar optisch witter laat lijken, zou ik dit zeker wel aanraden. En dat is het. Dat is mijn Action Makeup test. Met een soort eerste indruk slash review. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik ben heel benieuwd of jij wel eens make-up van de Action hebt gebruikt. En zo ja, wat je aanraadt of afraadt. Dus laat dat vooral eventjes weten hieronder in de comments. Wat je van deze look vindt. Moet ik het vaker dragen? Ga ik wel echt even mijn huid aanpassen. Maar ja, let me know. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Nogmaals, als je dat vond, vergeet je vooral niet te abonneren. Dat zou ik echt super leuk vinden door op mijn gezicht te klikken. Of hieronder op de rode button. En ja, ik wil jullie heel erg bedanken en ik zie jullie snel.